Ja, Millian, je bent een week op pad geweest met Jong Oranje. Hoe was dat voor je? Ja, het was een leuke ervaring. Ik zat er eerst niet bij, maar uiteindelijk toch wel bijgekomen. Dus dan moet je gewoon genieten en jezelf proberen te laten zien. En hopelijk heb ik dat een beetje gedaan. Dus, maar het was een leuke ervaring. Wat voor gevoel kreeg je toen je toch erbij zat? Gevoel van snel handelen. Ik moest, ik hoorde het na de wedstrijd en toen moest ik gelijk, want ik was nog in Arnhem, moest ik gelijk naar Purmerend om spullen te pakken en dit en dat. Dus het was haasten, maar wel natuurlijk een leuk gevoel. Ja, je maakte ook je debuut tegen Jong Noorwegen als invaller in een 63 minuut volgens mij. Is dat ook een teken voor jou dat jij bijvoorbeeld op de goede weg bent? Ja, sowieso. Gewoon sowieso om je debuut te maken daar is leuk. En ik wist wel dat iedereen zou spelen, dus, maar ik wist niet of ik zou invallen in de eerste wedstrijd. Maar iedereen zou starten in ieder geval. Maar ja, ik kwam wel op een hele andere positie erin. Dus, maar ja, het was gewoon leuk. Mijn moeder was daar ook, dus het was gewoon genieten van het moment. Ja, hoe was het dan om op rechtsback in te vallen? Ja, het was anders. Het was weer even wennen. Alleen nu was het ook wel echt, ik stond zeg maar... rechtsback met de rechtsback laag en de linksback hoog. Dus ik stond eigenlijk een beetje als rechter centraal verdediger. Dus dat was wel... Ik wou die drive wel heel graag naar voren, maar ik moest gewoon op mijn plekje blijven staan. Dus dat deed ik maar. Maar gewoon een leuke ervaring. En de volgende wedstrijd meer naar voren op mijn eigen positie. Ja, want tegen Jong Tsjechië start hij in de basis. Hoe was het om je eerste doelpunt te maken ook? Ja, leuk. Ik kwam gewoon op mijn voeten en ik schoot gewoon. Dus ik dacht eerst dat hij werd afgekeurd, maar hij staat, dus dat is mooi. En hopelijk naar meer. Was het ook fijn om even in een andere omgeving te zijn? Krijg je er energie van bijvoorbeeld? Ja, ik bedoel, hier is gewoon een hele veilige omgeving. Ik ken iedereen en dus altijd, je bent gewoon thuis. Dus dat is ook wel fijn. Alleen ik denk dat het goed is om jezelf te ontwikkelen en dat kan je daar zeker doen. Met goede jongens van andere clubs, topteams. En het niveau is hoog, dus om je te meten en om te kijken waar je staat, is dat zeker goed voor je ontwikkeling. Ja, je zit nu voor het eerst bij Jong Oranje erbij, maar is het dan ook een droom voor jou om ooit bij het grote Oranje te zitten? Ja, ik denk dat iedereen die droom heeft als je op voetbal gaat, dus dat hoop ik wel. Alleen ik zat er nu half bij, dus hopelijk zit ik er eerst goed bij het Nederlands elftal en bij Jong Oranje. Komt de EK aan en daarna kijken we verder. Wat zijn jouw persoonlijke doelen voor de rest van het seizoen? Ja, ik wil gewoon het belangrijkste voor het team. Mijn taken doen in het aanvallen en in het verdedigen, zodat we gewoon de wedstrijden winnen. En als dat is dat ik nog een paar doelpunten moet maken, of dat is sowieso goed voor mezelf en voor het team. Dus ik probeer gewoon mijn deel te bijdragen aan het team, dus in zoverre ik kan. Dus, mijn doelen zijn gewoon het team helpen en voor mezelf ook mezelf laten zien nog meer.